Goedemorgen allemaal. Ik lig nu in mijn tent. Geintje. Gewoon in mijn bed. En weer terug, hè, van Oerol. Nou goed, dat daar gelaten. En ik heb dus eigenlijk sinds ik terug ben mijn laptop helemaal niet gebruikt of opengetrokken. En toen dacht ik vandaag, moet ik dat dan weer een keer doen? Maar toen dacht ik, ja, ik kan mijn mail gewoon checken op mijn telefoon. Dus waar hebben we het over? Toen dacht ik, wat deed ik dan nog meer op mijn laptop? Toen dacht ik, oh ja, ik keek altijd GTST. Dat is echt zo. En toen dacht ik, moet ik dat dan niet weer eens gaan kijken? Want ik heb nu 2 weken gemist. Als ik wil, kan ik gaan binge-watchen. Ja, ik heb een beetje last van mijn keel. En toen dacht ik van, maar wat zou ik dan eigenlijk, welke verhaallijnen ben ik dan eigenlijk nu benieuwd naar? Nou, toen ben ik alle personages even afgegaan. Ludo, Janine, nou die zitten nu goed in een klein huisje. Rick wordt bedreigd, maar dat vind ik alleen maar vervelend om naar te kijken. Ja, we komen ook vlakbij de grote zomercliffhanger, dus dat is ook eigenlijk helemaal niet leuk. Ik vind heel veel, George vind ik super saai. En heel veel mensen kunnen ook helemaal niet goed acteren erin. Ik dacht alleen van, ik zou even willen weten hoe het nu met de relatie is tussen Sjoerd en, nou, haar naam ben ik dan ook nu kwijt. En ik vind Anton heel leuk. Maar ja, die redt zich wel. Ik heb ook verder niks van hen gehoord. Dus wat hebben zij eraan als ik nou weer betrokken raak bij hun leven? Er zijn al zoveel mensen betrokken bij hun leven. En blijkbaar trekken ze zich er ook vrij weinig van aan, want ze maken steeds weer dezelfde fouten. Door te liegen, door, ja, ze eigenlijk vooral door te liegen. Volgens mij liegen ze de hele tijd, gaan smoesjes verzinnen. Ook tegen hun kinderen, dat vind ik nog het irritantst. Als ze dan bij elkaar komen en ze hebben conflict, zeggen ze altijd tegen dat kind, boven ligt nog een speelgoedje. Ga maar even boven het speelgoedje zoeken, schat. Super dom. Al die smoesjes die ze deed het hebben. Waarom heb ik daar zo lang naar gekeken, joh? Dus volgens mij ga ik gewoon het komende jaar mijn laptop niet open doen. Wat ik wel weer voor de derde keer aan het doen ben, is een spiritueel boek aan lezen. Die ligt gewoon lekker naast me in bed. Oh. Hier. Oh. Deze is het. Kijk maar, misschien kan je net een glimp van een citaat. Doe je leukert? Nee, geen kusje, dat slaat nergens op.